Het gaat om twee Roma-zusjes van 9 en 10 jaar... die nu met toestemming van de moeder ergens anders worden ondergebracht. Waar ze precies terecht zullen komen is nog niet bekend. Samen met hun neefje van 10, die al eerder uit huis is geplaatst... werden de twee zusjes 2 weken geleden aangehouden... wegens het bespugen en mishandelen van een vrouw van 90 in het Amandelpark. Maar het drietal zou meerdere buurtbewoners hebben mishandeld... bestolen of een poging daartoe hebben ondernomen. Na de aanhouding is bureau Jeugdzorg Eindhoven meteen met de familie aan de slag gegaan... De kinderen werden onder toezicht gesteld en de kinderrechter bepaalde uiteindelijk eind vorige week tot uithuisplaatsing. Op deze manier hoopt men de overlast in de buurt terug te dringen en volgens de gemeente is dit besluit ook in het belang van de twee zusjes en hun gezin.